We beginnen met het nieuws van de dag. Alpecin Phoenix wordt Alpecin de Koning. Maar vooral, jullie worden World Tour op 1 januari 2023. Wat betekent dat voor jou? Ja, ik denk dat er voor mij niet zo heel veel verandert. Maar vooral, het is denk ik wel een logische stap voor de ploeg. Het is een mooi traject dat we hebben afgelegd, stapje per stapje. En nu zijn we tot het hoogste toegetreden, om het zo te zeggen. Dus ik denk wel dat het voor zekerheid zorgt. En ook voor misschien bepaalde transfers die twijfelen door het pro-tour-statuut, dat die nu wel doorgaan. Wat, het is een budgetverhoging, dat betekent automatisch dat er sterke renners zouden kunnen komen. Heb jij daar inspraak in? Of vraag jij daar inspraak in? Maar niet echt. Ik denk dat de broers Rothof doen al jaren heel goed. Natuurlijk wordt er af en toe mijn mening wel gevraagd. Maar het kan wel een versterking worden, denk ik. Het is vandaag rustig. Was je eraan toe? Als je weet dat die kom, ben je eraan toe natuurlijk, als je erop zit te wachten. Maar gisteren was wel, wel een lastige rit. Ik denk dat iedereen dat wel kan bevestigen. Dus het was sowieso wel welkom om een dagje rust te hebben. Hoe bekijk jij die eerste week nu? Ja, super geslaagd. Mijn grote doel was de roze trui en dat is meteen gelukt. Dus dat was wel meteen het drukken van de ketel, om het zo te zeggen. Dus daar was ik wel heel blij mee. En dat zorgde ook wel voor een beetje gemoedsrust voor de komende weken om er met de ploeg nog voor te gaan om proberen nog een rit te winnen. Die rit van Napoli naar Napoli waar Thomas de Gent won, blijft die ergens nog door jouw hoofd spoken? Nee, helemaal niet. Dat kwam misschien zo'n beetje over, maar ik heb me eigenlijk wel echt geamuseerd die dag. Het enige waar ik kritisch op was, was op de ploeggenoten dat er niemand mee zat in die groep. Want dat had het natuurlijk heel wat aangenamer gemaakt om te koersen. Niet alleen voor mij, maar ook voor hun was daar een kans, denk ik, om die koers te winnen. En dat vond ik wel wat jammer. Heb je met hen besproken achteraf? Met? Met de ploeggenoten. Heb je dit besproken met hen? Ja, dat wel. Ik ben niet rap slecht gezind, denk ik. Zeker niet op ploeggenoten, maar... Dat was wel even vloeken natuurlijk, ook omdat vooraf hadden we het ook zo voorspeld wat er ging gebeuren. En als ik alleen mee zit op een groep van 20 man, dan weet ik op voorhand al dat het gewoon heel moeilijk gaat worden. Jij bent nog altijd zinnig om de Giro uit te rijden? Jawel, zeker. Zijn er ritten die je aangestipt hebt? Ik moet nog eens kijken eigenlijk. Ik heb week 2 en 3 nog niet echt in detail bekeken, maar normaal gezien zou morgen wel een rit moeten zijn dat ik zou moeten aankunnen. Dus dat is wel iets waar ik naar uitkijk. Ja. En de manier van koersen hou je zoals je ze nu... doet? Als ik goed uitgerust blijf en ik blijf de benen hebben wel, maar ik ga er ook wel vanuit dat ik in week 2 of 3 een iets mindere dag zal hebben, waar ik blij zal zijn dat ik in het peloton kan zitten. Oké, succes nog.